Zeven Tsjetsjenen zijn vandaag veroordeeld tot celstraffen tot 30 maanden voor een gewelddadige raid op het appartement van de Antwerpse rapper Paraturk. Aanleiding van de aanval was een ruzie op TikTok. Allereerst wil ik iedereen verwelkomen die naar deze video aan het kijken is. Onder andere de fanbase, de volgers, de kijkers, de mensen thuis en de mensen die mij nog niet kennen of die me alleen kennen van wat er is gebeurd geweest de afgelopen jaar, maanden, weken. Normaal gezien zou ik dit vandaag hier niet doen, maar ik ben tot een conclusie gekomen om bepaalde dingen in perspectief te zetten. Dus waardoor wij hebben besloten om deze video te maken, omdat er video's worden gemaakt over mij en dat er allerlei verhalen worden verteld die dat helemaal niet waar zijn. Die dat erger worden gemaakt. Dus ik ben hier vandaag om mijn verhaal van mijn kant te vertellen voor jullie. Dus ik hoop dat jullie allemaal aandacht gaan luisteren. De waarheid zit echt hier. Er gaan verschillende geruchten rond sinds de livestreams en sinds de momenten dat wij met elkaar ruzie hadden dat ik blijkbaar zijn zus en zijn moeder zou hebben bedreigd hebben, zeg maar, met haar werk of naar de school te gaan van zijn kleine zusje. De mensen die mij kennen, die weten ook heel goed van mij dat ik zulke uitspraken nooit in mijn leven zou doen. En als ik dan bepaalde uitspraken zou hebben gedaan, want ik heb nooit met hem gebeld of dergelijke dingen, dus dan zou dat waarschijnlijk gebeurd geweest zijn via berichten of dergelijke. Dan vraag ik gewoon dat er ook bewijzen naar voren worden gebracht. Mocht ik ooit zo'n bedreiging gedaan hebben, of mocht ik ooit zijn moeder bedreigd hebben, of zijn zus of dergelijke. Dus die bedreiging of die uitspraken zijn ook nooit voorgevallen geweest. Of ik heb dat ook nooit gezegd. Er zijn 7 man bij mij binnen geweest. Er is een home invasion gebeurd bij mij thuis. Waardoor een automatisch en gerechtelijke onderzoek gestart geweest is. En sindsdien eigenlijk is er heel veel misgelopen geweest, waardoor ik dus voor mijn eigen veiligheid ook voor de situatie zelf, want wat er is gebeurd geweest vind ik heel laf. De jongens die van de straat zijn of de straatregels kennen, iedereen weet dat we zo dingen niet doen, want als wij wouden konden wij ook gewoon hetzelfde doen wat er bij mij was gebeurd. Maar die mentaliteit en die dingen hebben we niet, omdat wij met respect zijn opgegroeid geweest. En hij praat ook over dat ik nooit een moederfiguur heb gehad of dat ik nooit een moeder heb gekend. Ik heb wel, God dankzij, een grootmoeder altijd achter mij gehad die mijn manieren en respect heeft geleerd. En ik heb heel veel dingen uitgestoken inderdaad, ook criminaliteit en heel rare dingen in mijn leven. Maar er is mij altijd geleerd geweest dat wij nooit andermans hun familie lastig moeten vallen, een andermans huis moeten binnenvallen of dergelijke. En al zeker niet met 7 man ergens binnenvallen, dan heb ik het ook nog niet eens over hoeveel mensen dat er eigenlijk buiten aan het wachten waren. En op die moment had ik ook een enkelband. Dus ik zat met een enkelband thuis en ik zat al op die tijd 9,5 jaar onder de handen van justitie. Ik heb 8 keer gevangenis moeten zien binnen-buiten, waardoor ik heel volwassener ben geworden en echt meer inzicht heb gekregen over het leven. Ik ben ook zelf momenteel 28 jaar, ik ben ook geen 20-jarige jongen meer. Mensen weten ook van mij op mijn jonge jaren hoe stout de jongen dat ik was. En ja, we gaven geen fuck om niks. Maar als je op een bepaald moment ouder wordt, dan creëer je ook zelf een familie, verantwoordelijkheden en dergelijke. Dus voor de kijkers ook thuis, voor de mensen die mij kennen, jullie weten allemaal ook dat ik een dochtertje heb. En voor de mensen die mij ook op social media checken, jullie weten ook wat voor een band ik heb met die meisje. Wil ik haar excuus gebruiken? Jazeker. Want zij is echt het excuus en het reden dat ik dit op deze manier heb moeten aanpakken. Omdat ik al 9,5 jaar met de justitie aan het sukkelen ben. En ik heb al heel veel tijd verloren met haar. En de laatste 2 jaar probeer ik alle tijd die ik heb verloren met haar in te halen, omdat ik zelf ook nooit een vaderfiguur heb gehad, probeer ik alle liefde voor die kleine te geven. Dus ik had eigenlijk 2 keuzes. 2 keuzes. En jullie mogen thuis allemaal ook mee beslissen met mij. Als jullie in mijn schoenen zouden zitten, wat jullie zouden doen. 2 keuzes. En de 2 keuzes waren, of gaat jij nog steeds een sukkeltje leven op en je hebt niks te verliezen zoals hun. Die jongen heeft niks te verliezen, die heeft niks in het leven, hij staat nergens in het leven. Hij probeert de sensatie te zoeken op deze manier, op mensen hun huid te gaan zitten en dergelijke. Dus ik had eigenlijk 2 keuzes. Of gaan we terug het criminele leven op en gaat dit weer 10 jaar duren. En tegen dat je vrijkomt ben je al 40 jaar en je dochter is misschien 15, 18 jaar en ik wil niet weten wat er dan, waar ze zal eindigen. Of de familie, de mensen rondom mij. Of ga je herpakken, ga je tijd nemen. Ga je er even realistisch over nadenken. Dan ga je even gewoon
focussen op waar je nu bezig bent, omdat je te veel op het spel hebt. Ik heb veel te veel op het spel. Vanaf het moment dat gaat komen dat bepaalde van jullie vader of een ouder gaan worden, zeg maar, dan gaan jullie wel begrijpen wat mijn redenering of mijn punt is. En geloof me, die meisje is de enige reden geweest dat ik me heb ingehouden. Niet justitie, niet juridisch of niet al die dingen. Maar als er met 7 man ergens wordt binnengevallen, dan is dat wel vrij normaal, denk ik, dat justitie en de gerecht ertussen komt. Toch, ik ben geen Superman helaas. Iedereen ziet me wel als Superman. Dat is wel mooi om te zien. Hè? Apara zo, apara dit, para waarom laat je dat, para zo, para waarom niet terug. Ik vind dat wel leuk dat jullie me allemaal Superman zien. Als een superheld, zoals in tekenfilms. Maar daarom ook, het is de community van hen. Het zijn allemaal jonge gastjes van 12 jaar, van 8 jaar, van 9 jaar, 13 jaar, die allemaal in de stream zitten van die negatieve YouTuber waar niemand mee wil samenwerken. Dan heb ik het over Isai, die hem alle podium geeft over de verschrikkelijke feiten die bij mij thuis zijn gebeurd geweest. Dat hij zo'n support geeft aan die jongen om samen met zijn community al die snotneuzen, om ervoor te zorgen dat ze allemaal achter hem staan en mij in aanval schieten op socials, op YouTube, op TikTok live, op Instagram, op dergelijke dingen. Maar ik kan heel goed omgaan met al die reacties. Ik ben destijds standelijk nieuws geweest. Denken jullie echt dat jullie streams mag gaan krijgen? Ik ben destijds landelijk nieuws geweest, nogmaals. Destijds ben ik landelijk nieuws geweest. Maar mensen hebben allemaal een vooroordeel over mij. Maar degenen die echt hun research hebben gedaan over mij, vanaf de eerste artikel tot de laatste, vanaf 2015 tot en met 2024, dat zijn de mensen die het echte verhaal kennen. Want elke verhaal heeft zijn twee kanten. Ondanks alle succes en alle dingen die ik nu aan het behalen ben de laatste periodes, komt er heel veel jaloezie, heel veel haat en heel veel dingen bij kijken. Iedereen ziet wel de succes en de lach op het scherm, maar niemand ziet de struggle achter de schermen. En ik heb heel veel gesukkeld met bepaalde dames in mijn leven en met mensen die ik, verkeerde mensen die ik tijd heb gegeven. En zoals de sukkeltje, de 6ix9ine van België, zoals we hem noemen, Rams, verklaart ook dat ik bepaalde meisjes zal misbruiken of dat ik bepaalde meisjes, dus met andere woorden, probeert hij maar gewoon op een hele slechte daglicht te zetten, zeg maar, zodat andere mensen een afschuwgevoel gaan hebben bij mij. Ik kan ook allerlei dingen hier nu beginnen lullen, maar zolang we niet met bewijzen komen of zolang we niet met facts komen, ja, ik kan ook nu allerlei dingen hier beginnen zeggen en lullen, maar het is aan de kijker om te beslissen of het wel waar is of niet, want elke verhaal heeft zijn twee kanten. Maar er wordt gezegd dat ik dus zelf ook naar de justitie zou gestapt geweest zijn en allerlei dingen. Kijk, mensen, als dit voorval op straat was gebeurd en ik had pak slaag gekregen van 7 man, hè, ik zou zelf een video gemaakt hebben en ik zou gezegd hebben van hey, dit is de street, dit is het leven dat wij hebben gekozen. Respect. Je hebt para gepakt op de straat. Respect. Maar ik vind het gewoon heel jammer dat er door bepaalde mensen, de meeste kinderen, 90% snotneuzen, dat er door hun, dat hij eigenlijk in een heldpositie wordt gezet, waardoor hij eigenlijk met 7 man nodig voor mij, om bij mij thuis binnen te dringen, waarbij mijn oma thuis is, waarbij ik dus op die moment gewoon geen macht heb, waardoor hij het nodig vond om met zoveel man binnen te komen. Tuurlijk komt er justitie en gerecht bij kijken, zoals ik al van der juist al zei. Maar ik heb afgelopen tijd in mei, een jaar later, krijg ik een klacht op mijn hoofd gesmeten. Door de held die dat alles verklaart, dat hij zogezegd de gangster is, zeg maar. De schijnheilige dictator, de 6ix9ine van België, zoals we hem noemen vanaf nu, zijn de bewijzen, en die gaan jullie nu ook zo meteen zien, waardoor dat er een klacht op mij is neergelegd geweest voor belaging en bedreigingen door hem. Waardoor het onderzoek eigenlijk langer heeft geduurd, waardoor hij mij eigenlijk op die manier terug wou pakken. Ik ben zelf nooit naar justitie gestapt. Er is een gerechtelijke onderzoek gestart geweest en Zun vond dat ook stoer om mij dus te plaatsen op allerlei social media platformen, onder andere Instagram, TikTok, Snapchat en YouTube, waardoor dit sowieso is gezien geweest door justitie en gerecht. En ik ben uitgenodigd geweest door de rechercheur. En de rechercheur zei mij, Ibrahim, wij weten wat voor een rugzak jij draagt en wij weten wat voor een strafblad jij hebt.
En wij weten 100% dat jij niet gaat meewerken met ons onderzoek. En wij weten 100% dat jij dit ook niet zo gaat laten. Weet je wat ik voor die rechercheur heb gezegd? Ik heb gezegd, dat is jullie probleem. Jullie denken dat Altin, de paraturk, nog steeds de paraturk is van 10 jaar geleden. Ik heb momenteel een dochtertje. Ik heb momenteel zoveel op het spel. Mijn oma ligt bijna op het sterven, met andere woorden. Dus als ik domme keuzes nu zou nemen, dan zal ik alles verliezen binnen. En zal ik buiten komen als een doorgedraaide zot die geen controle meer heeft over zichzelf. Ik heb vertrouwen in jullie, heb ik voor de rechercheur gezegd. Raar, hè? Ik heb gezegd, ik heb deze keer vertrouwen in jullie. Ik laat over aan gerecht, want ik ben niet alleen aangevallen geweest deze keer. Er is een laffe daad gebeurd. Heel laf. Want als dit op de straat was gebeurd en als ze mij op straat hadden aangepakt, dan had ik zelfs respect gegeven. Want dat is het leven waar wij in horen, helaas. De muziek, de gangstertje leven. Maar ze hebben niet alleen mij aangevallen. Ze hebben mijn adres, mijn woonplaats en de mensen om mij heen aangevallen. Zij vonden het heel stoer. En ik vind het echt afschuwelijk dat de bepaalde mensen, meer dan de kinderen, het ook heel stoer vinden. Vanaf jullie verantwoordelijkheden hebben in het leven, vanaf jullie bepaalde dingen hebben die in het spel meespelen en die jullie kunnen verliezen, dan ga ik het beseffen. Is het opgelost? Ik kan geen domme uitspraken nu maken. Ik kan niet zeggen dat het is opgelost en het is niet opgelost. Heeft justitie de gerecht zijn ding gedaan? Voor de eerste keer wel. En niet door mij. Ik heb nooit klacht ingediend. Maar er is klacht ingediend voor mij. En de bewijzen zijn hier. Beste kijkers en luisteraars, nu ga ik een beetje in details treden met jullie. De nacht wat er is voorgevallen geweest bij mij thuis en een beetje ervoor, hoe de ruzie eigenlijk geëscaleerd is geweest. Er wordt gezegd dat ik alle shine en fame door hem heb gekregen op TikTok. Wat ik eerder niet begrijp is dat ik al heel lang bezig ben op de socials en met muziek sinds 2014-15 al. Ik heb altijd mijn aanhang, mijn kijkers en mijn mensen al gehad. Altijd. Voordat deze kleine rat op die app kwam, was ik al een jaar lang bezig op die TikTok. En iedereen weet hoe groot wij daar waren. Ik had op die moment half jaar lang op nummer 1 gestaan op TikTok. En iedereen wist wat er ook binnenkwam. Opeens wou iedereen fitie maken met mij. Iedereen wou ruzie maken. Iedereen wou opeens sensatie creëren. Ik heb de gekste mensen op mijn pad gehad die ik nooit heb gezien. Wat zeggen ze? Geld brengt automatisch problemen en vijanden, toch? Daarom geef ik je ook altijd veel vaak mee dat geld niet alles is. Maar om even tot in details te treden nu. Er is ooit een livestream gehouden geweest. En er werd al heel lang op mijn huid gezeten, op social media, op Instagram, op TikTok. Door zijn aanhang, door hemzelf, op een verkeerde manier. Dus hij probeerde altijd met mij ruzie te zoeken, waardoor ik dat gewoon skipte en er nu op in wou gaan. Tot wij op een gegeven moment in een TikTok livestream bij elkaar kwamen en daar een woordwisseling hebben gehad met elkaar. En daar is het uit de hand gelopen geweest. Er zijn verwijtingen naar mij toe gedaan geweest. Ik heb verwijtingen terug gedaan. We hebben elkaar uitgemaakt, uitgescholden, alles. En we zouden in privé afspreken. Dat waren de mannenwoord van elkaar. Wat is er gebeurd geweest? We hebben de live TikTok stream afgesloten. Ik heb voor hem de adres gestuurd en gezegd: als jij komt, kom je en laat je mij weten dat je er bent. En dan gaan we dat proberen af te handelen. Maar kom op een moment dat ik zelf ook kan, want ik heb momenteel nog altijd een enkele band. Het boeide hem allemaal niet, het interesseerde hem allemaal niet. Het enigste wat hij wou is puur shine, sensatie en kijkers creëren op mijn naam. Reclame dus. Wat is er gebeurd geweest? We hebben heel veel woordwisselingen gehad met elkaar. Heel zware woorden gevallen, langs zijn kant, langs mijn kant. Nu ga ik voor jullie een hele grote uitspraak doen, die ik normaal gezien nooit zou doen. Alle geliefde mensen om mij heen die ik ooit heb verloren in mijn leven, daar zweer ik op hun. En ik zweer op alles dat ik trouw heb in dit leven. Een mannenwoord, erewoord. Ik heb nooit van mijn leven zijn moeder of de zus of een adres gelekt of bedreigd. Nooit van mijn leven. Dat is het verhaal dat hij probeert mee te geven voor jullie. En jullie te proberen te manipuleren, die dictator te spelen, de dictator uit te hangen. Om zichzelf gelijk te geven. Maar zo dingen zijn er nooit gebeurd. Ik ben een man. Ik ga jouw zus en jouw moeder niet dreigen als ik problemen heb met jou. Waarom? Wat hebben die ermee te maken? Hoe kom ik ten eerste aan de adres van jouw moeder waar zij werkt? Ik heb daar geen enkel idee van. Ik wist niet eens dat jij een zus had tot jij zelf met die verhaal naar voren kwam.
En mocht ik dat gedaan hebben, dan moeten wij wel die bewijzen zien. Want het zou toch wel gebeurd zijn door een sms of ergens. Maar het is makkelijk om iemand de schuld te geven die al zo wordt afgeschilderd door de media en die zo al heel veel negativiteit heeft. Dat is heel makkelijk. En dat is de enige wat jullie tegen mij kunnen gebruiken. Terug op het verhaal. Ik ben gecontacteerd geweest door een oudere Tsjetsjeense man, een vriend van hun denk ik. Een oudere man die heel respectvol wel met mij sprak. Eerlijk is op eerlijk. Heel respectvol, heel netjes, heel professioneel, heel klassevol. En die man zei tegen mij, dit gaat hier escaleren. Laten we elkaar afspreken, laten we elkaar face-to-face spreken. En dan gaan we samen een oplossing zoeken. Want hij gaat iets doen, jullie gaan iets doen, terug, dat gaat blijven duren. Ik moet maar een goed idee. Want ik zei mijn eigen uiteindelijk, er zijn frustraties gevallen. Dat mag niet zover escaleren. Want ik weet wat hun doel was die moment. Hun doel was om alle reclame en shine op mijn rug te pakken. Want Para was die moment 6 maanden lang top 1 op TikTok. Ik stond elke avond met 1000 tot 800 kijkers met mijn hoofdaccount. Dus ik was echt wel een relevant jongen in België. Iedereen zou het wel doen, ja, eerlijk is eerlijk. Maar dat het zo ver is gekomen, nee. Terug naar het verhaal. Ik heb adres gewisseld met die jongen die naar mij toe zou komen. Omdat ik die man gewoon... Ik voelde een soort van een vertrouwensband. Blijkbaar, zo zie je maar dat je niemand kan vertrouwen, maar ik ben een man, snap je wat ik bedoel? Ik heb voor die man gezegd, luister, kom naar Stuivenbergplein, we gaan daar spreken. Ik heb een huisnummer gegeven, die is naar mij toe gereden met 1 man naast zich en heeft ook gezegd, ik ben hier met 1 persoon, er gaat niks gebeuren, ik geef je mijn man een woord en dit en dat. Ik zeg, bro, al gaat er iets gebeuren, geen probleem, kom. Ze zijn gekomen naar mij. Ik heb hem naar boven, eerst ben ik naar beneden gegaan, eerst een beetje hand op hand gesproken. Ik zag, oké, chillen jongens, let's go, we gaan naar boven. We zijn naar boven gegaan, ik heb hem meegenomen naar mijn kamer. Vanaf binnen stapte in mijn huis, zag ik al hun alle twee rond heel het huis observeren, wie dat er thuis was. Op die moment was mijn oma thuis en ik. En iedereen weet dat ik nog steeds thuis woon, door alle gevangenissen, detenties, binnen, buiten. Kom, we gaan daar nu niet over flauw doen. Iedereen weet Para woont in Stuivenberg. Wij zijn oma. Ik kan ook morgen een dikste penthouse halen als ik wil. Maar ja, die vrouw is nu mijn verantwoordelijkheid, zoals ik haar verantwoordelijkheid was toen ik 12, 2 jaar was, toen ik mijn ouders verloor, toen zij voor mij had gezorgd, is nu mijn verantwoordelijkheid. Ik moet voor die vrouw zorgen tot haar laatste adem. Daar ben ik ook. Iedereen weet dat ik daar met haar ben en woon. Dus wat is gebeurd? Ik heb die mensen meegepakt naar mijn kamer, waar ik mijn livestreams hou, en we hebben daar hele professionele en een serieuze gesprek gehad. Die man heeft voor mij gezegd, het was nog niet geëscaleerd, het was alleen geëscaleerd geweest, woordenverwisseling. Schelden, verwijtingen, that's it. Dus het was nog niet geëscaleerd tot wat het nu is. Die man zei tegen mij, wat wil jij nu dat wij doen of hoe wil je dat, dit oplossen? Ik zei voor hun, wat is de reden dat jullie vandaag hier bij mij zijn? Wij zijn hier vandaag voor een oplossing. Wij willen dat dat niet verder escaleert. Ik ben mee op ingegaan op hun voorstel. Ik heb gezegd, is goed, ik wil ook niet dat dat escaleert. Laten we het hierbij houden. Die man heeft gezegd, ik ga deze weekend een etentje organiseren met Rams, met jou. Kunnen we samen zitten en even alles uitpraten. Ik vond dat eerlijk gezegd nog een goed idee. Het was nog niet geëscaleerd, mensen. Tot op een gegeven moment, na een kwartiertje, 20 minuten, staan ze op. Geven ze mijn hand en zeggen ze, we gaan dat regelen, we gaan het in orde brengen. Die zijn naar buiten gelopen. Ik ben naar de keuken gegaan om mijn koffietje te maken, want ik zou net terug mijn livestream opstarten. Vanaf ik mijn koffieapparaat aanzet, hoorde ik al heel veel trapgeluiden. Zo. Mensen dat echt op mijn trap aan het lopen waren in de gang. Dus ik had al een slecht gevoel. Ik loop naar mijn voordeur, opeens voor mijn ogen. Dus ik loop letterlijk zo voor mijn deur. Ik wou via de gat kijken die mijn deur heeft, de ooggat. Wat gebeurt er? Bam, mijn deur wordt ingeslagen. Ik zie allemaal verschillende mannen voor mijn deur. Ik dacht eerst dat ze met 5, 6 waren. Blijkbaar waren ze er met 7. Want in de rechtbank waren ze er ook allemaal, dus 7 man. Dat moet ik ook nog niet hebben, hoeveel man dat er buiten stond. Zijn ze binnengekomen? Is er direct duwen en trekken gebeurd geweest? Ik ben aangevallen geweest. Die hebben mij geattaqueerd. Ik heb een beetje... Maakt niet uit, we gaan daar nu een ding over maken. Op een gegeven moment heb ik mijn eigen oog gesloten in de kamer van mijn oom en ik mijn telefoon kunnen pakken. Ik heb direct gewoon
De eerste oproep die ik kon maar doen, gewoon geklikt en de telefoon weggegooid in de kamer. En ik mag van chance spreken dat ik mijn kapper aan de lijn had. Dus mijn kapper woont aan de Kerkhovenstraat. Dat is net 2 minuten van Stuivenbergplein, waar ik woon. En hij heeft alles gehoord. Heel de dingen, dus de deur van mijn onkel, zijn kamer, is eruit getrapt geweest. Ik zie ineens een man daar met camera. Die deur wordt naar mij gegooid. Wat gebeurt er later? Bewerken ze die camera, bewerken ze de video. Maken ze er een kleine fotootje van dat ik dus de deur probeer tegen te houden. 5 minuten later kwamen er een paar mensen van ons en je hoorde dat ook, waardoor hun automatisch bij mij thuis zijn vertrokken geweest. En mijn mensen waren er misschien met 3 of 4, dus hun wisten ook niet wat er aan de hand was. Dus mijn mensen komen naar boven en hun mensen vertrekken. Ik ben op die moment opgestaan en ik ben naar de spiegel gelopen, ik keek naar mijzelf. Ik had een beetje opgezwollen kaarsjes, dit zit. Als ik met 10 man ergens binnen zou vallen met MMA-vechters, denk ik dat die persoon echt naar de ziekenhuis zou gaan, maar iets wat het is. Ik ben direct naar de testplaats gegaan, gekeken of alles veilig was. Mijn kamer was overhoop. De spullen waren er nog in de testplaats. Er waren een aantal dingen die ik dacht die weg waren, maar die gewoon nog zijn plaats hadden daar, je weet toch. Achteraf, een kleine 20 minuten later, stond er heel veel volk voor mijn deur. En iedereen vond dat heel raar dat ik gewoon rustig was. Ik was wel opgefokt, maar ik was heel rustig. En er werd al meteen gezegd van, we gaan nu onze wraak gaan nemen. Ik heb voor u gezegd, we gaan niks doen. Ik heb nog 2 maanden voor einde straf. Ik ben al 9,5 jaar aan het sukkelen. Op die moment was ik wel aan het koken. Want wat moest ik doen op die moment? Je bent al 9,5 jaar aan het sukkelen met justitie. Je hebt 8 keer gevangenis binnen buiten gezeten. Je hebt heel veel verantwoordelijkheden op jou. En over 2 maanden ben je klaar met justitie. Dus wat doe je op die moment? Ga je de strafmentaliteit op en meteen jouw revanche gaan nemen en 10 jaar gevangenis weer eens keren met 15 jaar justitie? Of ga je afwachten en de mensen om je heen, de verantwoordelijkheden die jij hebt, voor hun tenminste? Want ik heb op die moment zo nagedacht van, hé, luister, Safi, je hebt genoeg onnozel gedaan, genoeg uitgehangen. Het is makkelijk, ja. Het is makkelijk om je revanche te gaan nemen of om iemand voor zijn deur op te wachten tot hij naar buiten komt. Dat is in 2 seconden gedaan. Jullie zeiden dat jullie niet wisten dat de oma thuis was, toch? Want jullie willen nu allemaal het schuld op oma steken. Ah, oké, we vinden dat wel erg voor de oma. Nee, jullie vinden dat niet erg voor de oma. Want op het moment dat jullie bij mij binnen waren, zagen we dat mijn oma daar was, toch? Ik ga haar nu al niet als een excuus gebruiken, want ik zeg het nogmaals. Als jullie deze op straat hadden gedaan, dan had ik jullie allemaal gerespecteerd. Ik had gezegd, mannen zijn jullie. Maar jullie zijn geen mannen. Jullie zijn bitches en hoeren. Dames en heren, ik ben zulke dingen echt niet gewoon. Zulke interviews of dergelijke dingen. Anders had ik allang al, toen de media mij destijds naar voren had gebracht, nu in allerlei verhalen, had ik wel destijds zulke dingen al gedaan, als ik er goed in was. Maar ik denk dat ik vanaf nu ook vaak gebruik ga maken van deze situaties, dat jullie allemaal ook kunnen luisteren naar het verhaal, want elke verhaal heeft zijn 2 kanten. De veroordelingen en hoe dat ze daar hebben gehandeld, 10 op 10. Ik ben blij dat hij een voorwaardelijke straf heeft gekregen, helft met uitstel. Want mocht hij direct de cel ingaan, dan had hij ook heel snel vrij gekomen en had hij niet uit zijn les geleerd, denk ik. En ik ben er wel blij mee dat er eindelijk een beetje gerechtigheid langs mijn kant gebeurd is geweest. Dat ze mij eindelijk een beetje gerechtigheid hebben gegeven voor een aangifte uiteindelijk die hij zelf heeft gestart. Alles. Ik heb op het laatste ook zelf een veroordeling van 6 maanden erbij gekregen, maar dat is helemaal volledig met uitstel, omdat hij aangifte is gaan doen bij de politie dat ik zogezegd een granaat zou gooien bij zijn thuis. Ik wou enkel een appel gaan eten met hem. Dat was echt serieus. Ik wou enkel een appel gaan eten, maar hij nam dat over als een bedreiging, waardoor hij naar de politie moest stappen om een aanklacht in te dienen. Para heeft geen aanklacht ingediend. Para heeft meegewerkt met de rechercheurs, omdat Para veel op het spel had. Dus bij deze hoop ik dat vele mensen van mijn kant, mijn fanbase, mijn mensen, mijn volgers, een beetje duidelijkheid hebben gekregen over de hele situatie. En ik hoop dat jullie niet allemaal direct gaan luisteren naar mensen hun verhalen, want elke verhaal heeft zijn 2 kanten. Ook een boodschap voor al die snotneuzen.
van de community van Isai. Die zijn allemaal snopneuzen. En een bericht voor Isai ook. Jij bent een voorbeeldfunctie voor heel veel jongeren. Doe daar dan ook iets mee. Hoe zou het komen dat bijna niemand met jou wil samenwerken? Geen sponsors of geen dergelijke dingen. Een hamburgerzaak, wauw. Daar heb je veel aan, pik. Je zou beter jouw community en al die kleine kinderen eens een beetje moeten aanpakken en een beetje manieren moeten leren. Want ze luisteren meer naar jou dan ze naar hun eigen ouders luisteren. Want door u groeien ze op. Als jij vanaf ochtend tot in de avond met kanker gaat uitschelden en iedereen zijn moeder gaat beginnen uitmaken, want jullie afschilderen mij toch, ik maak iedereen zijn moeder uit, ik maak constant mensen uit. Dan gaan we het niet hebben over jouw lives. Hoe dat jij iedereen aanpakt en iedereen uitmaakt en iedereen afschildert en dergelijke, je weet toch? Want jij hebt die jonge community achter jou. Ik had dat ook in mijn jonge jaren toen ik muziek maakte. Nu probeer ik een rolmodel te zijn voor hen. Al gaat dat niet altijd hoe ik het zelf wil, maar jij zou dat wel moeten doen, man. Ik zeg je heel eerlijk. En ik sta open voor alle uitnodigingen. Normaal gezien niet, maar met jou wel aan tafel. Mijn regels, mijn plaats, mijn locatie. Om af te sluiten, mensen, wil ik even een boodschap geven aan alle oma-dubers en de 6ix9ers hier in België. 1 juni komt mijn nieuwe single uit, Blok B, en deels een antwoord op al jullie vragen. En einde straf komt er ook aan. September.